zoveel reacties gehad, vrienden. Ja, op het bericht dat ik zei van nou, ik ga strategisch VVD stemmen. Nou, hup, honderden en honderden hebben mij geschreven. Nee, we gaan PVV stemmen. En ik heb al jullie reacties heb ik gelezen en daar reageer ik nu even op. Ja, want jullie kunnen het gewoon niet opbrengen. Jullie kunnen het gewoon niet verdragen om VVD te gaan stemmen. Nee, want jullie zijn onder geen voorwaarden. Zeggen jullie, never, nooit gaan wij VVD stemmen. Ja, en jullie kunnen het helemaal niet vergeten gewoon. Wat ze de afgelopen jaren allemaal fout gedaan hebben. Jullie schrijven aan mij. Ja, de VVD, die hebben Nederland naar de kloten geholpen. Dat is het, dat idee. En jullie vinden het leugenaars allemaal bij de VVD. En jullie zijn ook zo bang dat de VVD dan weer linksaf slaat. Ja, net als toen met D66. Terwijl heel Nederland eigenlijk had aangegeven dat we naar rechts moesten. We zijn het dus niet eens, vrienden. Nee, we zijn het niet eens. Niks mee aan de hand. En jullie zeggen nou tegen mij, ja, wat is dit nou voor een dom gedoe, stupide en stom, dat jij nou in één keer toch voor die VVD kiest, terwijl je al die tijd andere dingen hebt beweerd. Nou, vrienden, ik heb nooit andere dingen beweerd. Op het moment van de peilingen toen, weken en maanden geleden, ja, toen zei ik van ja, of dit is misschien het moment dat we allemaal op de Caroline moeten, of dit is dan het moment dat we allemaal op Omzicht moeten. Ja, dat was toen. En daarna heb ik steeds gezegd, maar laten we wachten tot het einde en dan gaan we kijken wat het verstandigste is. Nou, en ik vind het op dit moment het verstandigste om de VVD te steunen. Ja, en dat doe ik, vrienden, geloof mij nou maar, met enorme tegenzin. Met hele gezonde, grote tegenzin. Want eigenlijk verdient de VVD van niemand zijn stem. Met al dat gepruts en geklooi van de afgelopen jaren. En dan ga ik weer niet al die dingen opnoemen die ze fout hebben gedaan. Ze verdienen het niet. En toch denk ik op dit moment dat dit de verstandigste stem is. Want als we Wilders groot maken, stel we gaan allemaal Wilders en Wilders wordt nummer 1. Niemand wil met Wilders regeren. Nee, Omzicht niet. Nee, Timmermans niet. Nee, en de VVD ook niet. Dat hebben ze gezegd. Maar draaien we het om en is de VVD de grootste, dan willen ze misschien wel met Wilders. En zo heb ik het ook altijd gezien. Wilders in het kabinet. Niet direct als premier, nee. Hij is niet mijn premier, want ik denk dat hij voor het buitenland te controversieel is, vrienden. Ja, dat is gewoon zo. Dat, wat hij allemaal gezegd heeft de afgelopen jaren. En dan denk ik, beter VVD groter. En dat zij dan de PVV meenemen in een kabinet. Ja, en dan hebben we ook nog de kans dat we Frans Timmermans verslaan. Want vrienden, daar gaat het al die tijd al over. Daar hebben we het al die maanden al over. Want dat is het doel. Het gaat om het eindresultaat. Ik stap over mijn aversie voor de VVD. Daar stap ik gewoon zo overheen. Hup, niks mee te maken. Of ik het nou wil of niet, het gaat om het eindresultaat. Het eindresultaat moet zijn Timmermans niet in het torentje. Daar gaat het om. Daar zijn we de hele tijd over bezig. Ja, en ik ben nooit altijd bezig geweest met Wilders premier. Nee. Alleen maar Timmermans niet in het torentje. Ja, nou, en laten we hopen, vrienden, met elkaar, wat we verder ook stemmen, dat het eindresultaat wordt.